Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de Geertekerk bij het Orkest van Utrecht en bij het programma The History of Film Music. Het Orkest van Utrecht onder leiding van Michiel van Vliet. Geef hen een hartelijk applaus. Filmmuziek is niet ontstaan bij geluidsfilms, zoals je misschien zou denken. Het ontstaan van filmmuziek is een proces geweest dat al veel eerder begon. U zult vanmiddag letterlijk horen en beleven hoe de filmmuziek zich ontwikkelde van voorzichtig naar groot en indrukwekkend spektakel. We beginnen. Het is 28 december 1895. In de Salon Indien, een grand café aan de boulevard de Capucine in Parijs, vertonen de gebroeders Lumière hun eerste serie filmpjes, opname van 1 minuut. 1 minuut per opname van normale gebeurtenissen, drukte op straat, treinen, mensen in rijen, paard en wagen. Dit deden ze met de camera die ze in 1895 hadden ontwikkeld. En om het geluid van de projector een beetje te maskeren en ook om de amusementswaarde wat te verhogen, hadden ze een pianist ingehuurd. En vandaag hebben we Lienke Lever. Zie hier het ontstaan van de muziek bij film. U luistert naar Jubilee Rag van componist Winifred Atwell, uitgevoerd door Lienke Lever. Kort daarna werden films als een nieuwe attractie opgenomen in de variététheaters en de musicals. En daar worden ze begeleid door theatermuzikanten die hun ervaring hebben opgedaan bij opera, operette en ballet. En rond 1906 verschijnen in veel grote steden de eerste bioscopen. Al snel is de film een geweldig succes. Terwijl men in Amerika in 1908 in de greep is van de Nickelodeons, dat zijn korte films waar je voor een stuiver naartoe komt, denkt men in Frankrijk al verder. Daar stelt het filmproductiebedrijf FilmDart, opgericht door de gebroeders Lafitte in 1908, zich ten doel om een echte, hoogwaardige kunstfilm te maken. En voor de vertoning van hun eerste zwijgende kunstfilm, L'Assassinat du Duc Duquise, van Charles de Baquy uit 1908 dus, wordt een beroep gedaan op niemand minder dan Camille Saint-Saëns, die voor deze gefilmde E-acteur een speciale orkestpartituur componeert. En zo ziet de eerste originele filmpartituur het licht. Knap geschreven noten waarbij de sfeer van de film direct terug te horen is in muziek. Kijkt en luistert u naar het eerste gedeelte van de allereerste muziek geschreven speciaal voor film.
Het bioscooporkest zijn intrede gedaan. Een standaard bioscooporkest bestond uit een dubbel strijkkwartet, klarinetten, hobo, fagot, fluiten, hoorns, een piano en veel slagwerk. En op dit moment werd er meestal gebruik gemaakt van stockmuziek, muziek op voorraad. De muziek is vaak prachtig, maar niet speciaal voor de film geschreven. En niet meer dan een bijzaak voor de film. De Boheemse-Amerikaanse componist J.S. Zametnik kwam als eerste op het idee om muziek te schrijven speciaal voor de betreffende film, de serie Sam Fox Photoplay. In een korte periode worden er in deze serie 10.000 fragmenten gecomponeerd, gedrukt en uitgegeven. En deze muziek wordt zoveel gebruikt dat je met recht de bakermat van de filmmuziek kan noemen. Het grote nadeel was dat verschillende films begeleid werden door dezelfde muziek. En als er vergelijkbare scènes waren in de film, werd er ook niet geschuwd om dezelfde muziek nog een keer te spelen. We hebben het nog steeds over live muziek bij een zwijgende film. Muziek op band bestond nog niet. We gaan nu kijken en luisteren naar 3 scènes. 2 komen uit de beroemde legendarische film De Reis naar de Maan en 1 komt uit Waternymf, begeleid door het Orkest van Utrecht met muziek van componist J.S. Zametnik in een arrangement van Michiel van Vliet.
filmpraktijk was het nu dat pianisten en concertmeesters of dirigenten een cuekaart hadden met verschillende scènes. De muziek werd naar eigen inzicht ingezet bij de verschillende scènes. En daarna gaat de ontwikkeling van de filmmuziek twee kanten op. De eerste ontwikkeling, waar u zo naar gaat luisteren, is het begin van spotting. Dat staat voor het exact plaatsen van de muziek onder de film. En de eerste componist die hier een poging toe deed, was Erik Satie. Satie componeert de muziek bij de avant-garde film L'Entre Acte van regisseur René Clair in 1924. De film was eigenlijk als een pauzevoorstelling bedoeld voor de balletvoorstelling Relâche. Om muziek synchroon en live te kunnen spelen onder de film, dat was een masterpiece om dat zo te componeren. Een kunst om de dirigent te maken, een kunst omdat de dirigent te maken had met verschillende projectiesnelheden van de stomme film. Satie nam nauwkeurig timings op van elke reeks en componeerde verschillende motieven die naar behoefte konden worden herhaald en gevarieerd in tempo. Huidige componisten uit de stroming van de minimal music noemen deze muziek vaak als inspiratiebron. En dat kunt u heel goed aan het volgende stuk horen. Luistert u naar een fragment uit L'Entre Acte van Erik Satie. Deze muziek werd vooral gebruikt bij de stomme film in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Het bioscoopbedrijf is snel de grootste werkgever voor de muziekindustrie geworden. En grote theaters beschikken over orkesten van 50 tot 60 muzici, meerdere organisten en dirigenten.
Muziek wordt zo belangrijk geacht voor het schrijven van een film, dat ook regisseurs zich met de partituur gaan bemoeien. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Charles Chaplin, die de muziek voor The Gold Rush uit 1925 en The Circus in 1928 grotendeels zelf componeert. De transitie naar de geluidsfilm begon pas in 1926. De twee Amerikaanse filmproductiebedrijven vormden Vitaphone, een bedrijf die het eerste geluidssysteem voor film produceerde. Het werd eigenlijk een zeer grote grammofoon aangesloten op een filmprojector met grote leren riemen. Al snel werd het onhandige apparaat vervangen door de nu standaard strip van celluloid, waarbij de geluidsopname langs de zijkant van de filmstrook loopt, zodat de twee mooi synchroon blijven. De eerste geluidsfilm bevatte dan alleen nog maar enkele gefloten melodieën en geluidseffecten, maar opvallend weinig gesprekken. Het bleek namelijk lastig om de microfoon bij de acteur te krijgen zonder dat deze microfoon in beeld kwam. De Jazzzinger in 1927 was de eerste speelfilm waarin spraak werd gesynchroniseerd met de acteurs op het scherm. Dit betekent dat de eerste woorden die op een film werden gesproken, de eerste woorden van deze film waren. Wait a minute, you ain't heard nothing yet, waren deze woorden. Tot 1930 was het toen nog steeds gebruikelijk live muziek te spelen bij film. En pas daarna werd er gebruik gemaakt van de opname van orkestmuziek afgespeeld op celluloid. In 1933 was er nog een grote mijlpaal in de ontwikkeling van de filmmuziek. De eerste volle soundtrack werd gecomponeerd door Max Steiner bij de originele film van King Kong. Een soundtrack houdt in dat er speciaal geschreven muziek is, geschreven voor het intro van de film, een uitgebreide behandeling van het hele plot en muziek bij de aftiteling en ook nog geluidseffecten door de hele film heen. Steiner gebruikte in zijn partituur ook klassieke componeertechnieken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een leitmotief. Dat zijn fragmenten muziek die in de film steeds terugkeren. Bijvoorbeeld als een bepaald personage in beeld komt. Nu hoort u een kort fragment, een leitmotief van King Kong. Hij won 3 Academy Awards, werd 26 keer genomineerd en schreef ook muziek voor bijvoorbeeld Gone with the Wind en Casablanca. We gaan nu luisteren en kijken naar muziek en beelden uit de originele film King Kong van Max Steiner. Zou niet compleet zijn als we niet de naam van Bernard Herrmann zouden noemen.
Herman heeft de filmmuziek een impuls gegeven met de uitbreiding van het filmorkest, bijvoorbeeld met de theremin, de vele dissonanten en special effects. Hij is vooral bekend geworden van de muziek die hij schreef bij de film van Alfred Hitchcock. Vooral de douchescène van de film Psycho is bekend geworden. Luistert u naar een fragment.